En dan de Legendary. Misschien ga ik je ook striken. We gaan even kijken. Jongens, ook al een nieuwe video. Hieldkamp Dus Laat het vast de like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ben je zeker op mijn kanaal? Voor meer video's. En ik heb echt heel veel geluk gehad, jongens. Dat ik kreeg gewoon gratis 22 euro van Clash Royale. Slash Supercell, natuurlijk. De makers van Clash Royale. Denken jullie waarschijnlijk, hoe kan jij nou 22 euro gratis van Supercell krijgen? Nou, jongens, ik ga het laten zien in deze video. Als je al mijn video's kijkt, dan had jij het al kunnen voorspellen hoe dat kon. Want ik heb gratis na een battle. Ik moest wel winnen natuurlijk. Ik heb ook gewonnen. Na een battle kreeg ik gratis 22 euro. En ja, 22 euro. Clash Royale staat gelijk aan deze mega Lightning kist. Je kan het kijken als je me niet gelooft. Uh, gaan we naar beneden? Deze Legendary Kings Chest. Die kreeg ik. Ja, kijk, het is een Lightning Chest. Ik, ja, ik vind zelf dat dit nog meer waard is. Maar hij is ongeveer. We gaan hem vergelijken met dus deze Legendary Kings Chest. Hier zit 1 Legendary in 24 Epics en 72 Rares. Maar als wij deze chest gaan openmaken zit hier zelfs nog meer in. We kunnen het misschien gaan vergelijken. Oh nee, dit zijn ook twee, uh, dit is ook weer zo'n uh, zo legendary King's chest. Maar deze chest is ongeveer ook 22 euro waard. We gaan hem even openmaken. Hij is eigenlijk meer waard, want je kan nog gaan striken ook. Maar hij zit ongeveer hetzelfde in als in die andere chest. Alleen die andere chest is draft, dus dan kan je kiezen tussen twee kaarten. En hier kan je acht keer striken. Wij gaan hem openmaken. We doen eerst even de zilver chestjes, gewoon om een beetje in te komen. En daarna gaan we gewoon lekker potjes online spelen. Ik heb er niet in ieder geval zin in. Wij gaan even kijken hoe en wat. We hebben hier Mini Packer Rascals. Oké, okay, nu gaan we de gratis kist van 22 euro openmaken. Dat kost dus 22 euro als je hem zou willen kopen. We hebben hem gratis na een battle gekregen. Let's go, we gaan ervoor. Ik ben heel erg benieuwd. We krijgen vier archers, boeit me niet. Uh, ja, ik heb eigenlijk elke common max, dus dit boeit me ook niet. Die ga ik zeker niet striken. Deze ga ik niet striken. Hoeveel gold krijgen we ervoor? Maar 2k. Best weinig. Deze heb ik ook een max. Oeh, let's go! 161 Flying Machine, die hou ik sowieso. Want dat is een van de rares die ik nog niet max heb. Ik heb natuurlijk ook nog niet de Goblin Cage en de Earthquake max. Maar deze ga ik sowieso niet striken. Deze is echt heel chill, zeg. 28 bode, ga ik heel hard striken. En dan de Legendary, misschien ga ik die ook striken. We gaan even kijken. het is de Bandit. Hmm. Vind ik op zich nog wel redelijk oké. Okay, we gaan sowieso die Bolen striken: Golem. Ja, Golem hou ik. Oké, okay, dan wordt het de Bandit striken: Mega Knight, Strike. Royal Ghost. Ik wil sowieso de Ice Wizard of the, um, de Lava Liefste Lava Hound. Miner. Oeh, dat is 20k. Dat is ook wel chill. Even kijken. Log. Dat is weer 20k. Oh, nee. Lumberjack. Oh, we hebben nog twee strikes. Nog geen strikes. Een allerlaatste strike. Kom op, kom op, kom op. Oh, nee. Krijgen we echt gewoon van al die kaarten gewoon de kutste. De Sparky. Wil iemand met mij Sparky ruilen? Is er iemand die een Sparky wil? Heel toevallig. Nee, nee, nee. Geen Sparky. Geen Sparky. Ook geen Sparky. Allemaal willen ze geen Sparky. Iedereen wil. Iedereen wil. Oh, Magic Pony is degene die, die wil. Hij ruilt letterlijk elke voor Sparky. Dat is best wel ziek. Is er iemand die Sparky um, ook een soort van um, wil hebben? Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Oké, okay, dan ga ik gewoon een keer naar een andere clan. Um, ja, dan ga ik Sparky rijden. Wij gaan even online spelen. Niet met dit deck. Die hebben jullie al vaak genoeg gezien. We gaan online spelen met dit Graveyard deckje, dus die ik dus zelf ook gemaakt heb. We gaan even kijken of we er gewoon lekker mee kunnen knallen. We gaan het zien. We komen tegen Jonathan MDS uit de clan No Mercy. Uh, hij heeft dus kennelijk geen genade. We gaan kijken of hij ook echt geen genade heeft. Want we gaan hem wel even dus een flinke pakjes geven. We gaan een flinke pakjes uh, slaag geven. Even kijken. Nu hebben we hebben die skeletons in de back. Even rustig, even chill. Oké, okay, doen we de furnace hier in het midden. Gewoon ook even chill eigenlijk. Gewoon opbouwen. Kijken, checken. Oké, okay, dan komt hij met de Valkyrie. De Valkyrie. De Valkyrie. Nee, dan komen wij even met de Babyraak in de back. Die is nog level 12. Die wil ik gaan uppen. We gaan straks in Night. Net voor de furnace. Om de furnace zeg maar te beschermen. Let's go. Nu gaat die baby draak... Oh, dat is helemaal niet beschermd. Oh, zag je dat? Die vieze Valkyrie die pakt er gewoon een hitje. Dat is niet zo best. Um, even kijken hoe we dit nu gaan stoppen. Ik denk dat ik gewoon even de musketier redelijk hoog plaats. Ook gewoon om straks die baby draak te killen. En die. Ja, die giant die gaat nergens heen. Die gaat echt helemaal nergens heen. Um, die baby draak gaat denk ik ook nergens heen. Kijk, mooie timing dat de toren lekker meehelpt. Nice. Dat is precies wat je wil zien. En we gaan nu. Booskelle is in de back. Gewoon even cycle. Oké, okay, dan komt hij weer. Dit komen Wij staan met de Furnace. Killen we die, uh, die Minions met onze Furnace. Bam, bam. En dan hebben we weer een Furnace neer. Dan gaat hij dit Lightning, hè. Uh, dan heeft hij net een graveyard counter gepakt met die Minions. Dan heeft hij een Lightning. Dat kost hem best wel wat elixir. Dan gaan wij nu gewoon in de... Al in, ja. We gaan eigenlijk een soort van al in met Babydraak en graveyard combo Hij heeft net een graveyard uh, defense Heeft hij... Weggegooid met zijn minions. Hij heeft een lightning gebruikt, want dat kostte veel elixir. Dus daarom gingen wij nu eventjes lekker al in. Uh, nou, het pakt er best wel prima uit. Ik ga nu. Ik twijfel tussen Night of Log en Skellies. Ik ga tegen. Denk ik toch Log en Skellies doen. Puur omdat dat niet goedkoper is. Maar dan pak ik nog wat chip. En dan heb ik mijn, mijn Night nog voor andere zaken. En die uh, Volker gaat nu alsnog niet uh, hitten. Nee, kijk eens aan. Um, Oké. Okay. Oké, okay, dan doe ik Furnace en gelijk er een Knight bij. Nu moet hij verdedigen. Nu moet hij of Baby Draak. Oh ja, mini is niet heel handig. Waarschijnlijk gaat hij Baby Draak doen. Oh ja, doe ik Minipack. Kijk, dit is nu 4 elixir die hij niet nu kan gebruiken op defense. Dat is de hele reden dat ik nu met die Knight kwam. Ik weet, het is geen sterke push. Ik zou de Toren daar nooit mee pakken. Maar het is in ieder geval. Oh nee, oh nee. Het is in ieder geval wel redelijk sterk. Uh, doe even snel de Knight hiervoor. Mooi. Nee, niet mooi. Helemaal niet mooi. Uh, moeten we die Giant killen? Ja, dat lukt nu eindelijk. En dan gaan we nu de Furnace. Hij heeft net zijn lightning gebouwd. Dus Ze kunnen nu de Furnace rustig droppen. En die gaat een beetje chippen aan die andere kant. Dan komt hij weer met zijn um, Giant in de Back. Dan doe ik even de. Uh, de baby draak in de bek. En dan gaat hij weer een counter weggooien voor zijn graveyard. Ja, dan weet je al wat ik ga doen, natuurlijk. Dan weten jullie allemaal al wat ik ga doen. Uh, we wachten even tot die, tot die minions nu in de range zijn van de toren. Nice. Dan komen we nu met die knight. En kijk, de knight is nog niet heel lekker om te gaan leidingen. Doe ik de musketier aan deze kant, zodat hij het wel kan leidingen, maar niet een heerlijke leiding is. Uh, het is geen heerlijke leiding, want dan pakt de toren er wel mee. Oh, het is dus wel een heerlijke leiding. Oh, dat was een beetje fout gespeeld van mij. Uh, doen we gewoon even rustig op de baby draak in de bek. Oké, okay, dan continu heel hoog met zijn giant. In Lekker in de um, in rage. Dat is heel chill voor hem. Dan doen wij hier nog even een musketier door. Hij heeft nu sowieso nog niet zijn, uh, zijn leiding in cycle. Dus we kunnen rustig een musketier chippen. Mooi. Dan continu met minions. Dat is niet handig, want nu gaan wij gewoon al in met onze baby draak in onze graveyard. Hop thee. Dat is netjes. Dan doet hij heel slim een Valkyrie op de brug. Zodat die babydraak nog niet in de range is uh, van de um, toren. Doe even snel de, de musketier hier. Dan kan hij lightning als hij slim is. Oh, we hebben de toren. Ik zat helemaal niet op te letten, maar we hebben die toren al. We hebben op een of andere manier die toren al. Ik vind het totaal niet erg. Eerste potjes binnen. Let's go. Um, dan ga ik. Ja, ik ga toch over drie uur. Ga ik drie uur Het is half tien. Half elf. Half twaalf. Half één. Ehm. Um... Oh, wacht trouwens, ik kan gewoon hem in de queue zetten. Ik kan hem gewoon in de queue zetten. Ik wou even rekenen of ik nog een, een zilver chest kom droppen. Uh, voordat ik ging slapen. Maar ik kan hem nu natuurlijk. Omdat ik een gewoon jou heb, kan ik hem in de queue zetten. Dus maakt niet uit. Ik kan nu straks gewoon nog een chest um, achter die gold chest laten afspelen. Ik was even aan het rekenen of ik een zilver chest nog wou voor het slapen gaan en daarna een andere chest. Um, even kijken. Ja, doen wij de baby draak. Doen we gewoon even de baby draak. Ik test nu even dit de deck uit met draak level 12. Vind ik een chill deck, dan ga ik draak dus uppen. Um, dit kan hoekwaarde 2.6 zijn. Als hij nu met Icegoden komt. Nee, komt hij niet. Oké. Okay. Doen we de Musketeen back. Doen we Night hier zo. Voor die mini Pekka. Dan doen wij een log om deze uh, Giant even naar achter te gooien. Hop, En dan doen we de. Skelly's is op de musk. Nice. En dan blijven we musketier musketeer levend. En dan weten we dat hij vuurbal heeft. Dat hij giant heeft. Dat hij musketeer heeft. Dat hij mini Pekka heeft. Dat weten we nu allemaal wel. Dus als chill dat we dat weten. Gaan we nu de furnace de andere kant op doen. Als waar hij damage gedaan heeft. Zodat hij niet... Uh... In, on, in de toren uh, loopt waar hij heel veel damage al gedaan heeft. Dus we doen we lekker de andere kant op. Dat is altijd handig. moet je altijd doen met de furnace. Andere kant op dan waar jij damage genomen hebt. Dan gaan we dit gewoon even lekker poisonen. Die musketeer blijft door die fire spurts er iets langer in staan. Want die moeten even stilstaan om te, um, om te schieten. Dus daardoor gaat ze dood. Als ze dat niet... Kijk, anders zou ze niet dood gaan. Um, ik ben even bang voor een... Um, voor een uh, vuurbal. Dus daarom drop ik niet mijn musketier. Maar drop ik gewoon mijn baby draak. Uh, dan gaat hij iets dichterbij komen. Top. En dan gaat die Megamane erop af. Dat is helemaal nice. Nu kan ik komen met mijn graveyard. Maar mijn baby draak is al halve levens. Dus ik vind het niet echt nodig om nu met mijn, uh, met mijn graveyard te komen. Want dat vind ik een beetje zonde. Want die baby draak gaat toch niet zo heel veel tanken. Even kijken. Moeten we hier. Ja, oké. Okay, laat maar. Ik, ik wou zeggen, moeten we hier een, een log voor doen om een. Musketier levertouwen, maar hij gaat toch een musketier vuurballen. Dus dan boeit het niet dat mijn musketier niet leeft is. Want hij is toch al bijna, zij is toch al bijna dood. Gaan we dit gewoon weer poisonen? Dan gaat ze weer erin blijven. Doordat ze moet stilstaan. Omdat ze dus die Vicebird ziet. Let op. Anders zou ze een heel klein streepje levens hebben. Nu gaat ze dood. Kijk eens aan. Doen we even de skellies in de bek hier? Doen wij. de... Ja, gaan nu naar avond. Let's go. Knight. Vicebirds achter. Uh, oh, dan locht hij. Dan heeft hij een hele mooie. Ik wil gewoon klappen. Ik klap gewoon met mijn borst, dit was een perfecte getimede log, ik weet niet of het zijn bedoeling was, want waarschijnlijk was hij gewoon rustig zijn, um, volgens mij was hij gewoon heel rustig lekker die, um, um, volgens mij was hij heel rustig die fire spurts aan het loggen, maar doordat hij dus perfect logde, had hij, oh daar is de vuurbal. dat is nice, dan kan ik nu um, met dit komen, En dan doen we de knight hier zo. Doen we de baby draak hierachter. Omdat hij dus die log plaatste, was de knight niet meer in de range van de toren. Waardoor die knight dus niet meer aan het tanken was voor die graveyard. Het was echt een perfecte log van hem. Maar waarschijnlijk was het niet een bedoelde log. Want volgens mij wou hij gewoon rustig... Um, wou hij gewoon rustig die fire spirits achter die knight killen. We gaan even de poison hier droppen. En hij doet heel veel damage. Dan moeten we eigenlijk nog één graveyardje... Of één graveyardje... 1 giant push verdedigen. Nu kan ik kiezen: gaat hij de furnace vuurballen of een musketier? Ik kies voor de musketier. Doe ik snelle skellies hier? Dan moet hij die musketier zappen. Dat doet hij ook. Maar dan kan hij de skellies niet zappen. Dat had ik goed uh, bedacht. Nu kan hij natuurlijk de skellies niet zappen. En kunnen het wij nu afmaken met poison en met de log. Heerlijk makkelijk. Heerlijk chill. En hebben we het tweede potje online ook weten te winnen. Dat is nice. Ik ga je bij de video eindigen. We zitten weer over tien 10 minuten. En ik wil mijn Clash Royale video's dus niet te lang maken. De reden hiervoor is niet om geld te pakken. Um, dat ik hem kort maak voor om geld te pakken. Maar ik vind gewoon twee potjes. Ik doe nu elke dag Clash Royale. En ik ben bang dat op een gegeven moment jullie het gewoon niet meer leuk vinden. Om alleen maar online potjes te zien van mij. Dus als ik het dan nou gewoon een beetje beperkt hou. Gewoon best wel kort hou. Dan zitten jullie gewoon weer te wachten de volgende dag 5 uur op een volgende Clash Royale video. Het is echt niet om geld reden als mensen dat denken. Ik vind het gewoon wat chiller. Zodat ik het een beetje. Um, ja, gewoon, ik, gewoon een beetje het kort te houden zodat mensen gewoon nog steeds willen kijken, zeg maar. Ik hoop dat je leuk de video, jongens. Ik heb een gratis kist gekregen van Clash Royale van 22 euro. Bedankt, Clash Royale. Ik zie je bij de video en het tot dan, mensen.